en heren, wat mooi dat jullie er weer bij zijn bij zo'n nieuwe video. Vandaag hebben we een tierlist video. Oh my god. Insane. Yeah. Vandaag kijken we naar de diss tracks. Er is heel lang een soort van periode geweest in Nederland dat YouTubers diss tracks gingen maken op elkaar om views te pakken bij elkaar, weet je wel? Dat ze zeiden, oh, ik ga deze grote YouTuber dissen. Ik hoop dat hij mij terugdist, want dan word ik opeens bekend. We gaan allebei de kanten zien vandaag. Okay. Ik heb hier een enorme lijst gemaakt met alle diss tracks die ik heb kunnen vinden. We gaan ze tierlisten. Welke YouTube-era komt dit vandaan? Ja, dit is 2013 tot 2018, denk ik. Dus het is dat zijn wel de jaren die ik net gemist heb. Kleine 10 jaar geleden. Ik heb hier zin in. Ik heb hoge verwachtingen. Dat is best wel grappig, ik ben serieus. Ze vroegen mij eerst, jij was weer... We gaan beginnen natuurlijk met Game Meneer. Oeh, die ken ik. Ik stap eruit. Dat is een diss track op Milan Knol. Oké. Milan Knol, die ken ik. Die is van Enzo Knol, toch? Is wel heel vet, hè? He don't give a fuck, man. He don't give a fuck. He just don't give a fuck, man. Hey, what can I say? I just don't giving a fuck. Share mensen, dit is Milan Knol. Vanaf 2010 houdt hij filmpjes maken vol. In mijn YouTube-carrière had jij een vaderrol. Woonde samen met je. In mijn YouTube-carrière had jij een vaderrol. In mijn YouTube-carrière mocht ik van jou een paar keer in de auto meerijden. Je hebt me zelfs leren fietsen. Zonder jou had ik nooit geen zijwieltjes kunnen doen. Milan heeft geen mes nodig. Scherp is zijn kaaklijn. Licht in de bestekla. Snijd je vlees haar fijn. Is dit een mes? Ging je een mes omschrijven? Hij had het dus over Don K. Klein, die ken ik, die is Twitcher. Man, shut your dog up, son! Ging dit bekende al over Twitcher. Don Kaaklijn? Hij zou niet zeggen scherp als je kaaklijn als niet over de GOAT. Maar Don Milan Kaaklijn heeft wel ook best wel een scherpe kaaklijn, hè? Ja, die heeft wel kaaklijn. 9-9 in de comments, man. 9-9 in de comments, als je ook de GOAT bent. Eén bar zegt hij zo scherp als je kaaklijn. Ja. En daarna omschrijft hij gewoon een mes. Ja. Snijd je vlees haar fijn. Maakte net toen uit. Dat is zonde van je chick. Je liep met water in de mond. Met een gedachte aan pik. En je bent homoseksueel. Fucking hard, man. Dat vind ik echt mijn favoriete bar nu al. En je wil aan de piemel zuigen, trouwens. Fuck, 2016 was hard, man. Mensen, is het niet raar? Ook Enzo die is single en ze wonen bij elkaar. Ook Enzo die is single en ze wonen bij elkaar. Niet alleen incest, maar homoseksuele incest. Maar één keer en ik zeg het luid. Fuck, dagelijks zaterdag, ik stap eruit. Maar in de tierlist gaan we deze zetten, man. Deze gaat voor mij niet hoog, man. Dat is het enige wat ik wil zeggen. Nee, ik vond deze ook een beetje balen. D van Dagelijks Dylan Hagens. Ja, de D van Dagelijks Dylan Hagens. Yo, fucking nice, man. Fucking nice. Voordat we de volgende diss track checken, hebben we zo'n hashtag ad, zo'n hashtag spon. Want deze video wordt mede mogelijk gemaakt door Aerith. Hey, ik ben het. Mr. Up, uitvinder van de Aerith-les. Is jou dit wel eens overkomen? Hier zit helemaal geen smaak aan. Ik haat water! Ik haat water! Dit was voor mij het moment waarop ik besefte dat het anders moest. En toen ontmoette ik mijn businesspartner en lover, deze bubbel met cola geur. En samen ontwikkelden we AirUp. In deze fles stop je een geurcapsule, waardoor de bubbels met geur aan je water worden toegevoegd. Hierdoor drink je water, maar je hersenen ervaren de bubbels als een lekker smaakje. Eindelijk is water lekker! Wow, wat is jouw favoriete smaak, bubbel? Haal nu jouw fles AirUp met de link in de beschrijving en steun mij in de kosten voor de uitvaart van mijn businesspartner. De volgende diss track is Milan Knol. Yo! Oké. Wat Nico Waggy? Is dat die Titi? Waarom hebben jullie niet gereageerd? Ben je te bang? Ben je te bang, zitter? Oké. Ben je te bang zitten? Oké. Hij vindt het zelf wel veel grappiger dan het is, maar het is oké. Je denkt loyaliteit is niet belangrijk, maar als je kijkt naar mij, zie je wat ik heb bereikt. Je denkt loyaliteit is niet... Waarom die hoek, man? Hij flowde gewoon, hè? Hij ging gewoon wel... Ik zat erin. En dat deed ik ook. En je cijfers gingen reet te hoog. Dylan, jij zei mij lukt niets, hè? Ik ging er heel lekker op. En toen kwam... Maar als je kijkt naar mij... Koop merch! Want waar kan ik dat kopen? Dagelijkshd.nl. Ik snap niet waarom dat kanaal niet van Dylan Hagen. Ik snap het echt niet. We kunnen de site niet vinden. Verwijs je door naar knoller.nl. Sorry. Geen verbinding maken met de server op knoller.nl. Fuck, man. Mijn Dagelijkshd.nl merch. Ik zweer, Don dacht dat hij slim was. Maar Don is niet zo slim, want Don is dom op een donderdag. Don is dom bij donderslag. Weinig views, dat is een domperdag. Gebeurt dit, dan is Don van slag. Maar dat is zijn gewoonte. Toen moest hij views gaan
Minecraft bouw ik boten. Ik vond vooral de donderdag scheme vet, man. Dat hij gewoon ineens... Oh, donderdag, donderdag, op een donderdag. Oh, donderslag. Ik was hier als eerst. Nou, ik was het best en ben ik nog steeds. Die new guys zijn wel aardig. Maar ik ben het beest. Mijn leven en al mijn haar. Dat was fucking cringe. Ja. Hij is het beest, dat man. Dat was echt fucking pijn. Ik ben het beest. Deze track. Ja, ik vind het lastig. Vond je hem beter of minder dan die van Game Meneer? Ik vond hem wel beter dan die van Game Meneer. Zet hem voor nu op B-tier. Ik misschien zet hem dat we nog gaan schuiven. Yo, misschien dan Milan nog gaan Knoller. Let's go, man. Yo, I love you, Milan Knoller. Koop je merch op knoller.nl. Yo. Dan komen we aan bij de bankzitters. Ik heb een hoop bankzitters tracks gevonden. Er is blijkbaar een soort... Ik weet dat ze muziek maken. Ze doen toch tegenwoordig doen ze allemaal love tracks. Dan weet ik voor wat allemaal maken. En ze hebben Tivoli uitverkocht een paar keer. Deze zit bankzitters diss track. Want die gaat alle bankzitters diss. Hij gaat alle bankzitters. 11 of zo. Heel elftal moet je altijd op de bank Ja, dat op de bank, ja, je hebt wel gelijk trouwens. Kan niet geloven dat dat terecht staat. Praat tegen mijn rug, praat tegen mijn kont. Dat is best wel grappig, je stem klinkt naar stront. Praat tegen mijn rug, praat tegen mijn kont. Dat is best wel grappig, je stem klinkt naar stront. Wat? Wat? Je bent een zachte G, net als je accent. Want zeg maar nou eerlijk, wat is je talent? Ja, oké, in futjums haal je wel winst. Ga niet voor je liegen, je filmpjes zijn cringe. Je filmpjes zijn cringe. Je filmpjes zijn cringe. Ik vond die bar ervoor vond ik hard, man. Yo, oké, maar in futjums? Ja, jouw futjums. Wat toch maar. Maar dat je dus in je district zegt, heb je wel dan. Je bent wel heel goed in FIFA, maar... Rob is die man van die PSV-vlog. De droomkandidaat die PSV zocht. Dat is best wel grappig, ik ben serieus. Dat is best wel grappig. Trouwens weer op dezelfde manier zeggen. Dat is best wel grappig. En dat is best wel grappig en dat is best wel grappig. Ik weet niet wie deze geschreven heeft, maar ik best grappig, man. Ja. Best grappig. Maar Rob, goed gedaan. Je bent nu beroemd. Maar waarom heb je nou met een fangirl gezoend? En dan verwacht je dat er een beat dropt. Nee. En dan gaat hij gewoon weer verder. De beat dropt ook niet. Er gebeurt helemaal niks. Maar er is ook heel weinig beat. Er is één iemand die zit op een piano ergens in de achtergrond. Een paar noten in te tikken af en toe. Wat vonden we van deze diss track? Ik begrijp helemaal niks van deze man. Kijk, ik zeg je eerlijk, hij was best wel cool, maar... Hij was best wel grappig en best wel nice en best wel leuk. Maar ik heb hier Calvin met de diss track naar iedereen. Ook naar mij. Ook naar jou. Ja, Calvin weet niet eens wie ik ben. Maar hij heeft toch jou gedist. Melk die koeien, mijn zoon. Kelvin, doe maar niet te gek, doe maar lekker gewoon. Hij is mij niet aan het dissen, man. Hij is mij vergeten. Oh, wauw. Hij gaat alleen maar voor die grote jongens. Ik mis de oude Kelvin. Bro, de oude Kelvin die zou iedereen dissen. Als hij zegt, ik dis iedereen, dan dist hij iedereen. Ja. Wie dist hij? Melk. Die was wel anders. S-tier voor mij. Let's go, man. Let's go. Dan hebben we hier Jeremy Frieser. Baas van de game. De Linktijger diss track. Hey. Hey. Hey, Link. Hey. Dit moest je echt niet beginnen, man. Hey, better be! Je wilde me dissen, oké, nu... Oh, daar zit hij. Oh, dit is een fucking ziek shot, man. Met een reflectie van het glas ertussen ook nog. Voor je me diste waren letterlijk al je cijfers schakt. Link, je hebt een vriendin, bitch. Verzwijg het maar. Heeft Link een vriendin? Dat is een fucking harde diss. In 2020 disten we niet meer dat je pik lekker vindt. Maar nu, jij hebt een vriendin. L, take the L. Je moest het niet beginnen. Je moest het niet beginnen. Your army heeft me back. Your army heeft mijn back. Het is wel een hoek hoor, dit is wel een beetje nice. Dit is wel een hoek, dit is wel een hoek. Ik vind het jammer dat hij zijn fans de Jar Army heeft genoemd. Het is wel gewoon een beetje funny toch? Zeg maar ironisch. Nee, precies, dat maakt het... Maakt dat het misschien nog meer funny? Ik weet nog niet of dat het nog meer funny maakt. Schrijven en kan beter krijnen. Jij kan beter zwijgen, beter hijgen en veel beter pom. Yes! We zijn terug! Yes! Yes! In 2020 hebben we nog steeds pikbars! Hij heeft pik in zijn mond, hij houdt van balzak! Yes! Stijger, je houdt van pik. Views gepakt over mijn rug, je bent een zieke rat. Je stopt mijn lichaam in een vriezer, wat een trieste grap. Geen Link in je bio, stop Link in een biobak. Lekker. Gewoon wel, het is niet zo goed als melk. Ja, maar is het A-tier? Ik weet niet. Ga je voor één verse naar de A-tier toe? Ik zal mijn score even uitleggen. Ik heb had het natuurlijk over pik. Hij vindt pik lekker en balzakken. Dan scoor je heel veel punten voor mij. Ja, dat is wel waar. Dat is heel veel punten waard. Dus daarom A-tier voor mij. Voor mij is B. B? Gemiddeld hier. Dan zet ik hem hier. Ja, hoor. Hier heb ik een belangrijke diss track. Okay. Deze diss track heeft best wel veel impact gemaakt in de Nederlandse community. Bij jou of gewoon überhaupt? Bij mij, maar ook bij heel veel andere mensen. Okay.
binnen en buiten de community. Dit is de eerste district die internationaal ook een beetje lekker ging. Oh. Dit is namelijk Brawl Stars versus Fortnite district. Oké. Joram! Hey man! Heb je gezien dat Brawl Stars ook meer dan 2 miljoen views heeft? Ja, ik zag het. Echt heel bizar. En dat wel wat ik niet eens kan zingen. Maar gelukkig kan je wel acteren. Man, what a day! Echt fucking Calvin is hierbij gewoon goed, zeg maar. Ik wil Calvin hoger Calvin zetten. Ja, ik ga Calvin hoger Calvin zetten trouwens. Ik ga Calvin hier zetten. Ja, hier dat zo. Is ik ga hem hier perfect. Zetten. Pep Louise kan ook niet zingen en die heeft miljoenen views. Ja, dat is eigenlijk ook zo. En ik zag Fuck, alsof je tegen een AI aanpraat. Dat is echt niet oké. Okay. Ja, dat is ook zo. Ik ben dan een zin aan het vertellen. Let's go! Het is... Het Colt is. Uit Brawl Stars. Wie? Colt uit Brawl Stars. Een vis? Bedoel je een vis? Oké, tegen een vis worden. This your boy, the Skull Trooper. Word gewoon een fucking skin. Skin versus skin. Deze man kijkt zo ongelukkig uit zijn ogen. Ja, hij heeft er geen zin in. This your boy, the Skull Trooper. Oh. Game is slechts een slechte mix van Minecraft en Call of Duty. En met die dungeons lijkt het zelfs meer op Dance Dance Revolutie. Huh? Wat is... wat? Waarom? Wat is deze track, man? Wat is deze? Een game heet Brawl Stars, maar ik zie geen ene ster in je spel. Wij hebben events met artiesten en superhelden van Marvel. Yo, Spider-Man van Marvel, dat is echt een van mijn favoriete superheroes, man. Nou, wat vinden we van deze diss track? Deze mag, wat mij betreft, mag hier hierbij. Ja. Marvel. Ja. Marvel, man. Eerst de gekke diss track op Boef. We komen nu in het gebied van kijkers die diss tracks hebben gemaakt op YouTubers en artiesten blijkbaar. In de hoop dat er een reactie terug zou komen. Die er niet is gekomen. Dat is wel jammer. Dus, dat is wel jammer. Ik had het zo vet gevonden als dat wel een ding mag. Oké. Dit is de gekke diss track op Boef. Oké. Deze wordt echt... Deze gaat nu fucking hard. Deze beat. Kom gewoon vertaling. Wil je niet? Ga weg. Wil je niet? Ga weg. Yo, Boef, je maakt rap. Dat kun je niet. Hij heeft gelijk, man. Only spitting truths over here. Yo, Boef, je maakt raps. Dat kan je niet. Kan jij niet? Je kent me niet. Oh, wie is dit opeens? Wat is dit voor een... Wat een switch-up. Ze gaan 2-2. Ze gaan 2-2. Holy shit. Dat wil je niet. Ik sla je op je kaak. Oh. Dat doe ik graag. Oh. Niet mij op mijn kaak Boef slaan. Boef is erg niet... stil sinds deze gedropt is. Niet haat op deze man. Hè. Hij gaat je op je kaak slaan. Als je dat niet wil... Ja. Verhuis naar Praag. Oh, verhuis naar Praag. Verhuis naar fucking Praag, man. Is het lief is te groot, ik moet naar Praag verhuizen. Ja, ik moet naar Praag. Pas op, man. Ik ben nog wel klein. Maar het doet echt veel pijn. Ik sla je in je ballen. Dan zul je van geknallen. Ik denk dan van, kijk, tuurlijk. Als jij boos op iemand bent en dan op je kaak wil slaan, prima. Ja, hoort erbij, weet je. Als je dan wil zeggen van, hey... Je kan inderdaad beter naar Praag gaan, want anders gaat het niet goed komen tussen ons. Ja. Prima, maar ga niet zeggen dat mijn ballen gaan knappen als je er tegenaan trapt. Doe normaal. Ik vind het contrast van hele jonge gasten hier, die zo fucking boos in de camera staan te roepen, terwijl er hier zo Winnie de Pooh, hier zo licht. En die foto, weet je wel, van die guy die heel blij is. Dit is voor mij gewoon een A-tier, deze kwam heel hard. Deze kwam heel hard. Ik zou eerder deze nog een keertje aanzetten dan elke andere track, man. Dan heb ik hier nog een mystery district, de laatste district van de avond vandaag. En deze heet Mr. Geldwolf, maar er wordt niet genoemd naar wie deze district is. Dus dit is een mystery district. Het zou zomaar naar jou kunnen zijn. Naar mij? Ja. Er zijn mensen die geen money hebben voor leuke kerst. Die ene blonde man vraagt geef toe, zo het is niet best. Die ene blonde man vraagt... Ga niet over jou, man. Ik heb geen eens 5 doezoe, dus ik kan je niet om vragen. Je hebt geen blond haar, zeg maar. Oh ja. Oh ja, dat ook nog. Ja. Is dat al wekenlang op nummer 1? En binnenkort komt de belasting erdoorheen. Het is
misschien de kutste tot nu toe van alles wat we gezien hebben. Deze track heeft er voor mij voor gezorgd persoonlijk dat we even een radicale beweging gaan doen. Heel die tierlist moeten we draaien. Ja. We gaan dus heel de tierlist gaan we één omhoog zetten. Hier zo, dit wordt het dan. Kijk eens even. Zo, dit wordt het dan. En dan hebben we één S-tier vandaag. Ja. En dat is deze guy. Dat is het. Van huis naar Praag. Onironisch de beste track. Ik had dat een keer een diss track op jou gaan maken, man. Ja. Ik wacht daar zo lang op. Niemand gaat een diss track op mij maken, en dat ze dan gewoon ergens één keer per ongeluk mijn naam, een half woord van mijn naam zegt. En dan ga je los. Zodat ik erin kan springen en zeggen, ja, ik ga die dood maken. Kom naar Praag dan. Vuist naar Praag. Dames en heren, dankjewel voor het kijken. Een diss track gemist waarvan je zegt, oh, die had je echt moeten checken. Laat het weten in de comments. En wie weet komt er dan wel een deel 3 van deze video. We zijn bijna bij de 100.000 abonnees, dus vergeet niet te abonneren. En misschien hebben we op dit moment al wel 100.000 abonnees. Dat weet ik dus niet. Als dat het geval is, dan hoef je niet meer te abonneren. Ik wil niet over de 100.000 heen. Ik wil permanent op 100.000 blijven zitten.